Ja, ik ben voorgesteld als, hoofdredacteur. En dat is nu al bijgesteld, godzijdank, tot redacteur van Spanning. Hoofdredacteur ben ik niet. Zo ben ik ooit wel aangesteld, maar na allerlei conflicten intern heb ik zelf gezegd, nou, laten we dan maar redacteur zijn. Want zo wil ik geen hoofdredacteur zijn. Ga ik daar niet allemaal uitleggen, maar het geeft misschien wel een beetje aan. Ik sta hier natuurlijk toch een beetje als gezicht van de SP. En ik denk dat ik op vakbondsgebied dat ook dat standpunt wel aardig kan verwoorden. Het standpunt dat staat in een spanning die begin dit jaar een keer verschenen is. Ik ben zo dom geweest om niet een stapeltje mee te nemen. Maar je kan hem downloaden, en, want hij staat gewoon op internet onder SP, publicaties, spanning. En dan kan je ieder nummer wat je wil kan je downloaden of in ieder geval ook lezen op je scherm. Ja, verdomme, ik haal het van mijn bril. Ja. Maar goed, wat ik dan gedaan, er zit een schroefje. Dus ik ga proberen, ga maar even. Wat ik zei, ik ben dan wel redacteur van dat blad. Dat wil niet zeggen dat ik altijd met alle standpunten van de SP eens ben. Daar kom ik ook openlijk voor uit. Maar in dit geval kan ik denk ik wel namens de SP praten. Want het standpunt dat ik heb over hoe links of socialisten met de vakbeweging om moeten gaan, dat is ongeveer wel een beetje het standpunt wat binnen de SP denk ik in grote lijnen gedeeld wordt. Als je vraag is, hoe gaan socialisten met de vakbeweging om, dan ga ik het zonder wil doen. Dan is mijn conclusie, daar begin ik mee, wees actief binnen de vakbeweging, maar probeer niet om hem over te nemen. Probeer niet het bestuur over te nemen en dan je eigen plannetjes uit te voeren, want dan daarmee richt je de vakbeweging te gronden en uiteindelijk ook je standpunten worden dan niet meer goed naar voren gebracht. En ik zal het proberen te onderbouwen met een verhaaltje. Dat gaat enerzijds in op wat is dan de vakbeweging, maar ook een beetje... Ik noem een aantal voorbeelden uit de geschiedenis van de vakbeweging, de Nederlandse vakbeweging, waarin je denk heel goed kan zien dat het een funeste houding is als socialisten. Dat geldt overigens ook voor katholieken en alle andere stromingen in de samenleving. Proberen de vakbeweging over te nemen en daar hun eigen, zeg maar, project uit te voeren. Nou, wat is de vakbeweging? Nou, de vakbeweging is heel simpel, is een verbond van werknemers. Vroeger mochten we arbeiders zeggen, maar dat doen we niet meer. Nou, voor werknemers. En als je in een bepaalde sector werkt, dan heb je het zelfs over medewerkers. Maar goed, het zijn allemaal werknemers natuurlijk, of arbeiders. Een verbond van werknemers om hun belangen binnen de economie, binnen hun bedrijf, te behartigen en daar zoveel mogelijk uit te halen als mogelijk is. Ik denk dat dat heel simpel een definitie is van de vakbeweging. Die loopt al heel lang, die definitie. Eigenlijk is die al eind 19e eeuw echt bij Web. De hele dikke boeken geschreven over de Engelse vakbeweging, de TUC. Die hebben hem als eerste op die manier gedefinieerd en ik denk dat die definitie nog steeds wel geldig is. Nou, daaruit kan je afleiden dat je als deelgroep heel voorzichtig moet zijn met proberen het beleid te gaan bepalen. Want dan loop je het risico dat je niet meer iedereen vertegenwoordigt. En als je niet iedereen vertegenwoordigt, loopt de vakbeweging leeg. En nou goed, met alle gevolgen van dien, dan ben je geen machtsfactor meer als vakbeweging. Het is wel zo dat de geschiedenis van de vakbeweging, in ieder geval in Nederland, maar in een hele hoop andere landen geldt dat ook, verbonden is geweest met de geschiedenis van socialisme, van socialistische organisaties. Ik ga heel even wat over vertellen, en niet genoeg tijd om dat uitgebreid te doen, maar goed, dat moet jullie maar vergeven, anders lees ik mijn boek maar, ligt uit te komen. Ja, dat doen ze allemaal, dus waarom zeg ik niet? Er was een hele kleine club socialisten in Nederland, rond 1850, die vormden een sectie van de Eerste Internationale. Je moet je voorstellen, was een clubje van minder dan met hoeveel wij hier nu zitten. Dat was de sectie, Nederlandse sectie van de Eerste Internationale. En de officiële vertegenwoordiger was Karl Marx en wel in Londen. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe dat werkte in die tijd. Maar goed, dat kleine clubje, dat gaf het al snel, gaf hij de bruid eraan. En dat had te maken met allerlei dingen in 1871, de Commune van Parijs. Congres van de Eerste Internationale, wat notabene daarna gehouden werd, waar men de tent uitvocht elkaar tussen Marxisten en anarchisten. Ja, het was één groot conflictenclub was het eigenlijk. En in ieder geval in Nederland stopte men ermee en wat deed men? Men werd lid van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond. Dat is eigenlijk de eerste vakorganisatie in Nederland, landelijke vakorganisatie. Men werd er allemaal lid van onder het idee van, nou ja, goed, daar zitten de arbeiders. Als we ergens de massa willen bereiken, moeten we dat in de vakbeweging doen. Dus waren we de lid van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond. Dat was een vrij liberale organisatie, qua standpunten en ook qua een aantal leden. Maar goed,
Die socialisten dachten, daar moeten we zijn, maar na een paar jaar zagen ze alleen, nou goed, hier kunnen we ons ei niet helemaal kwijt. En ze begonnen voor zichzelf, kleine clubjes, noemden ze sociaal-democratische verenigingen, binnen het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond. Nou, om dat hele verhaal dan even kort samen te vatten, in 1882 richtten die SDV's, die sociaal-democratische vakverenigingen, richtten de Sociaal-Democratische Bond op. Dat is de eerste socialistische grote organisatie in Nederland. En de club waar ik voor werk, en waar jullie lid van zijn, en de NCPN, en de Rode Morgen, en de Partij van de Arbeid, en sorry, zelfs GroenLinks, stammen allemaal af van die Sociaal-Democratische Bond in 1882. In het begin waren er nog steeds heel veel contacten, dus ook organisatorisch, men was heel erg nauw verbonden met de vakbeweging die toen nog bestond, of die toen op dat moment bestond. En vanuit de SDB is op een gegeven moment zelfs het initiatief genomen, het was trouwens een internationaal initiatief, dat gebeurde in meerdere landen, om een niet zo liberale club op te richten, namelijk het NAS, werd dat dan uiteindelijk in 1893, richtte het Nationaal Arbeidssecretariaat op. De bedoeling daarvan was dat het echt een vakbeweging was. Dus geen, in die tijd waren, hoe zeg ik dat, onderwijzers werden nog niet als arbeiders gezien, die mochten er eigenlijk geen lid van worden. De bedoeling was echt om handarbeiders te organiseren, die konden lid worden van het NAS, en van de bonden die aangesloten waren bij het NAS. En probeerde om de invloed van de heren, zoals ze dat toen noemden, dus die onderwijzers bijvoorbeeld, maar ook allerlei andere mensen die in de socialistische beweging actief waren, want er waren heel veel mensen actief die absoluut niet vielen onder wat je nu als, of zeker toen niet, wat als arbeider gezien werd, om die invloed een beetje weg te duwen. Arbeiders moesten het zelf doen. Dat was in het NAS, konden ze dat doen. Er waren nog steeds heel veel socialisten lid van, maar men wilde dat niet georganiseerd hebben. Ze wilden een onafhankelijke club, op de manier zoals ik net zei in de definitie, om belangen van de mensen in bedrijven en ook in de politiek trouwens te barteren. Maar dat is wat anders dan proberen de samenleving te veranderen. Daar waren binnen het NAS ook heel veel mensen die dat wel wilden. Die noemen zich revolutionair en die zeiden nee, we moeten de hele samenleving veranderen. Het liefst via een revolutie, dat is namelijk het mooiste. En dan houden we het vlag in de straat op, prachtig allemaal. De meeste mensen hadden iets van, nou laten we nou gewoon proberen morgen hoge loon te krijgen, lage huur, prijsverlagingen, arbeidswetgeving en dat soort zaken. Want dat is haalbaar. En dat bleek ook haalbaar, want mensen die daarvoor streden, bijvoorbeeld een staking voor hoge loon, die wonnen nogal eens. Dat verre ideaal van een socialistische samenleving, waar dus de kleine club binnen dat NAS voor was, dat lag zo ver weg. We hadden mensen in de wijken en de buurten, zoals we nu praten, hadden daar niet zo leuk van. Uiteindelijk die groep die dus zei, nee, we moeten vechten voor wat we nu kunnen bereiken, die stapte eruit, omdat er toch steeds, dat is dat punt, dat die revolutionairen dat bestuur van het NAS probeerden over te nemen, en ook overnamen, daar heel veel invloed op hadden, die gingen eruit, die begonnen voor zichzelf, dat is uiteindelijk via een hele lange reeks wat nu de FNV is. Wat is daar nou de les van? Dat NAS ging dus in hele korte tijd naar de galmiezen, gauw afgelopen. Radicale standpunten binnen de vakbeweging verdwenen eigenlijk ook een beetje. Het NVV, het is niet zo dat de NVV wat toen ontstond, en wat nu de FNV is, dat heel erg reactionair was of zo. Die streden echt voor de belangen van arbeiders, maar op een heel andere manier dan het NAS voorstond. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is, dit verhaal. Doordat die socialisten bleven proberen binnen dat NAS hun ideaal van een socialistische revolutie naar voren te brengen, ging uiteindelijk het NAS ten gronde. Het vervangen door de FNV. Iets soortgelijks heb je na de oorlog gehad. En na de oorlog zou het FNV weer terugkomen en alle andere bonden. Je had een katholieke bond, je had een christelijke bond, je had nog bonden van oud-katholieke bestonden. Islamitische bonden had je niet, maar wel Joodse bonden. Die zouden allemaal wilden die terugkomen na de oorlog. Binnen het FNV was er heel veel weerstand tegen, omdat het grootste deel van de vakbeweging had iets, toch wat een beetje tegen heulen met de vijand aan hing, zo voelde men dat althans. Dus er was heel veel gevoel voor een stroming van, we willen proberen een schone vakbeweging op te richten. Dat werd de EVC, de Eenheidsvakcentrale. Die is al begonnen tijdens de bezetting, kleine groepjes van het Lid in het zuiden van het land, die probeerden een alternatieve bond, een radicale bond op te richten. Dat lukte, die kreeg heel veel aanhang, met name in bijvoorbeeld de Randstad, de Rotterdamse haven, waar ze heel sterk, maar ook in het zuiden, wat ik al zei, volgens mij in Amsterdam ook. En wat gebeurde daar? Communisten die stroomden natuurlijk toe. Die waren ook voor een deel mede oprichters van die bond.
die hebben geprobeerd om het bestuur, dat hebben ze ook, trouwens niet alleen geprobeerd, het is ook gelukt om het bestuur over te nemen. He, dus op een gegeven moment heel erg gechargeerd te zeggen, Paul de Groot, de grote man van CPN, die bepaalde de lijn van de EVC. Nou, er zijn meer dingen hoor, de Koude Oorlog speelde een rol en allerlei andere zaken, daar heb ik nou al een tijd niet voor, maar dat was voor heel veel linkse mensen ook aanleiding om het EVC te verlaten. Die zeiden, nou, daar willen wij niks mee te maken, we zijn voor een vakbeweging, we willen de belangen van de mensen in de bedrijven behartigen en vertegenwoordigen. En willen niet dat een politieke partij uitmaakt wat de vakbeweging, in dit geval de EVC, doet, wil en zegt. Nou, die EVC vind ik eigenlijk een nog beter voorbeeld dan wat NAS. Het NAS was helemaal in het begin van het ontstaan van het socialisme in Nederland. Moest iedereen nog een beetje zijn weg zoeken. Het is nu zo dat in de vakbeweging zijn heel veel mensen actief die links zijn. Maar goed, van de SP, van jullie, ik heb ze al genoemd, de RCPN. Maar bijvoorbeeld ook van jullie zusterorganisatie, de Vierde Internationale. En pas geleden is, Lot van Baren van de Vierde Internationale is lid van het hoofdbestuur van de Abfacabo geworden. Er zijn allemaal mensen die dus met linkse standpunten in die bond actief zijn. Die kunnen denk ik heel goed met elkaar proberen samen te werken. Netwerken, dat woord is net een keer gevallen, te vormen van joh, wat zullen we aanpakken, wat voor standpunten hebben jullie erover. Maar dat is wat anders dan georganiseerd proberen een bond over te nemen. En dat is wat in het verleden door links heel vaak gebeurd is. Ik kan zelf een voorbeeld, ik kan me herinneren uit de jaren 70 in de Rotterdamse haven. Dat probeerde de Maoïstische Club, waar ik toen lid van was, die bestaat ook nog steeds trouwens, als de Rode Morgen. Maar daar ben ik geen lid meer van. Die probeerde de afdeling van de, wat toen de, ik weet de naam van die bond niet eens, maar die is nu natuurlijk opgegaan, de bondgenoten. Maar probeerde die lokale afdeling over te nemen. En met overnemen bedoel ik dan echt proberen het beleid te gaan bepalen. En dat gebeurt dan meestal vanuit een klein groepje. En de meeste leden die hebben daar dan echt geen boodschap aan en die raak je kwijt. En dan heb je dus een ledenvakbeweging. Dan kan je heel blij zijn dat je bondbestuur hebt, maar je hebt eigenlijk niets meer in te brengen. En dat was mijn wijze les voor vandaag.